Hallo allemaal, ik heb weer een shoplog voor jullie. Ik heb van Livera, ik heb een aantal spullen van de Primarkt en ik heb nog iets van C&A en van Haren. Dus laat ik er maar heel snel doorheen gaan, dan ben ik er ook snel doorheen. Ik ben bij Livera geweest en ik moest een paar nieuwe BH's hebben. Dus ik heb er twee gekocht. Waren er twee voor 30 euro van Diana Deetman of Beekman. Beekman. En heb ik deze BH gekocht. Ik heb zo eentje ook in het zwart. Dus gewoon basic kleurtje wit. En die twee voor 30 euro. En we zijn ook een paar keer naar de Primarkt geweest. En het is met deze beginnen. Ja, deze was van 27,4. Ik heb nog meer bonnen, dus leg maar even naaien. Nu heb ik dit blouseje gekregen. Gewoon wit met een beetje een blauwe streep. Hier kan je opgerolde mouwen. Heel erg leuk, heel dun stofje. Ja, zit ook heel erg lekker. Ik heb expres een beetje baggy genomen, want ik hou wel een beetje van baaien kleding. En niet één van de slangste, maar ook niet één van de dunste. Of niet één van de dunste, niet één van de slangste, maar ook niet één van de breedste. Die blouse was 13 euro. En heb ik ook nog van zulke sokjes gekocht. 8 stuks. Voor 3 euro. Dus ik heb er 2 gepakt omdat ik de rest al in de kast leg. Of in mijn la. En dan heb ik ook crèmetjes gekocht. Ik heb er eentje in mijn haar. En die waren 1,50. Dus die crèmetjes zijn altijd wel makkelijk. Om dit weer. Kijk. Pak je haar bij elkaar en dan klaar. Geen poespas, niks. En bij C&A heeft mijn man van de week deze vest gekocht. Een hele mooie vest. Heel dun, lekker zomers. En, past overal bij. Het staat hem heel goed. En ik denk de meesten laten ook allemaal hun kleding zien. Ja, ik vind het ook leuk om mijn man's kleding te laten zien. Dus deze. En deze was, even kijken hoor, dan moet ik even de bonnen bijpakken. Ja. Die blouse was 29, of de vest was 29,90. Dat is die. Leuk in een artikel. En die veren heb ik opgehaald. Ja. Normaal twee BH's voor 29,99. En dan zijn we ook bij Van Haren geweest. En dan heb ik deze schoenen gekregen. Met een niet zo groot hakje. En deze zijn van Graceland. Als je kan zien. En heel erg leuk. Pas ook overal bij, ook onder een spijkerbroek. En deze waren 19,90. Even de bonnen erbij pakken. Ja. 19,90. Die. En dan zijn we vandaag ook bij de Primarkt geweest. Ik was van de week ook nog even bij Van Haren geweest en hebben deze schoentjes gekocht. Het ziet er zo een stuk uit en dit is de klittenband.
En ja, ik heb er vandaag op gelopen. En ze lopen best wel lekker, moet ik zeggen. Mijn volste verbazing. En ja, ik denk dat ik hier heel veel plezier van ga krijgen met de zomer. Dus ja, we zijn een beetje nude, een beetje bruinig nude kleur. Dus past overal bij. Dus die waren €24,90. Die zijn nu in de aanbieding bij Verharen. En vandaag zijn we ook weer naar de Primarkt geweest. En daar hebben we een paar t-shirtjes gekocht. En nog een truitje, t-shirtje, trui. Zoiets. Deze. Vond ik wel heel erg leuk. En deze was €4. Ja, €4. En dan heb ik hem ook in het wit met zwart of wit met blauw. Wit met zwart. Die was ook €4. Kaartje er nog op. Ja. €4. Dus die stond heel erg leuk. En deze vond ik wel zo leuk. Deze. Is een beetje, ja, zie je, vleermuisachtig. Ja, is dat altijd leuk op een spijkerbroek of op een witte broek of een blauwe broek. Dus die vond ik heel erg leuk. En deze was €7. €7, dus ik was totaal €15 kwijt van dit setje. En dit waren de aankoopjes van de afgelopen week, of de afgelopen dagen, zeg maar, van de afgelopen week. En ja, ik zou zeggen, abonneer op mijn kanaal, doe een duimpje omhoog, abonneren kan je hier. En ik wil heel graag de 100 abonnees halen en dat zou ik onwijs leuk vinden. Misschien dat ik dan nog een verrassing voor jullie ga doen. En ja, ik zou zeggen, geniet lekker van deze 5 mei. En momenteel is het nu rustig buiten. Qua muziek, net was er heel veel bandjes bezig. En dus is wel gezellig, moet ik zeggen. Dus mocht ik wat horen, dan neem ik me niet kwalijk. En ja, ik ga het zeker nog 7 mei vloggen. Dat wil ik zeker doen, want dan ga ik naar de Beauty Cross Party. En ja, daar wil ik best wel een vlog over maken, als jullie het leuk vinden. Dus ik ga deze afsluiten. En ik heb van de week helemaal niet gevlogd. Dus mijn excuus ervoor. Maar doe jullie van een duimpje omhoog. En ik zie jullie de volgende keer.